Kijkers, welkom bij het tweede deel van In gesprek met. En uh, was het eerste deel interessant? Nou, ik kan u nu al beloven dat dit tweede deel even interessant zal worden. Want ik heb twee hele interessante gasten die ik nu aan u voor ga stellen. De gasten zijn... Maïsia Neus, voorzitter van de Politieke Partij Stree. Peter Wolf. Ondersteuner en Snowfoodo van Stree. <laughs> Oké, okay. en uh, uh, wat heeft jullie uh, hier gebracht in gesprek met waarover gaan we praten? Um, allereerst zou ik willen vertellen over een fietstocht die Stree gaat organiseren. En um, ik hoor u al denken: fietstocht, wat is dat? Helemaal raar. <laughs> maar um, vanaf 15 februari um, gaan wij fietsen van Nikeri naar Albina. En iedere dag een tussenstop. En daarmee vragen we eigenlijk aandacht voor verschillende onderwerpen: wat betreft uh, de districten, infrastructuur, werkgelegenheid, landbouw. En we stoppen in Wageningen, Totnes, uh, uh, Groningen, Paramaribo. Dan gaan we de brug over. Um, dan hebben we Meersorg, Tamarejo. Blijven we ook in Kommerwijn slapen. Gaan we naar Mungo. Gaan we, blijven we ook in Mungo slapen. Hebben we daar ook een kunsttocht, zeg maar. En gaan we in gesprek natuurlijk met uh, de bewoners al daar. En aan het einde gaan we de volgende dag naar Albina. En misschien nog een stukje Saint-Laurent. En dan keren we terug. En dit uh, dient verschillende doelen: namelijk uh, promotie voor de politieke partij, uh, aandacht vragen voor, voor de noden van de mensen, aandacht vragen voor de districten. En uh, het bevorderen natuurlijk van gezondheid, want wij moeten wat meer gaan bewegen ja, in Suriname. Ja. Dus um, bij deze willen we ook graag dat mensen actief meedoen met ons. Ook al is het maar een stukje, je hoeft niet de hele route van de 350 kilometer mee te fietsen, maar kleine stukjes mag je meedoen. 350 kilometer, in hoeveel dagen? In, uh, als het goed is, zes dagen. Ja. Zes, zes dagen, dagen. ja. Um, ik wil daarop aanvullen uh, dat wij graag de Surinamers van de districten willen ontmoeten. We zijn geconcentreerd in Paramaribo. En uh, dat is mooi. Uh, de mensen volgen ons via Facebook. En daar zijn we ze heel erg dankbaar voor. Uh, we willen echter de mensen ook echt ontmoeten. De mensen in de ogen aankijken. De mensen horen wat de noden van de mensen zijn. En uh, wellicht dat mensen zich geroepen voelen om ja, zich bij ons aan te sluiten. Mm. Of die denken van... Hé, hey, streedelijk me een interessante partij. Dus uh, ik ga me aanmelden. Yeah. Dus... Uh, de, de, de kijkers moeten zich erop voorbereiden dat wij uh, ze echt graag willen aanhoren. Okay. Ja. En dat op de fiets. Ja. Hoe, hoe zal dat in de praktijk toegaan? Dus uh, mensen moeten zich aanmelden met de fiets of moeten ze ergens huren? Wat? Hoe gaat dat? Toe? Um, wij hebben dus nu al een groepje samengesteld. En er zijn verschillende mensen die dan ons komen ontmoeten op verschillende locaties, omdat ze niet de hele route meedoen. Dus meestal vanaf um, Groningen gaat een, een groepje uh, mee fietsen tot aan Paramaribo. Bij Paramaribo fietst er weer een. Ander stukje mee tot aan Tamareggio. Dus mensen kunnen, als ze geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld de, de fietsorganisaties of de sporters onder ons. of gewoon de mensen die het leuk vinden mm -hmm. en denken van nee, hey, ik heb een fiets staan, ik doe er toch niets mee, die mogen uh, ons daarmee komen ondersteunen. De langste dag is dinsdag, wanneer we fietsen van Totnes naar Groningen. Dat is uh, pakweg, nee sorry, van Groningen naar Paramaribo. Dat is pakweg 106 kilometer. Okay. Ja, klikken, dus, dus ja, eh uh, ademen, ademen, water drinken ja. en het komt goed. Ademen, dus uh, ja. Maar, we zijn maar waar staat die? Waar staat u? staat er Ja. 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 Okay. En met deze fietsstof willen we ook een signaal afgeven aan de bevolking. Mm -hmm. In Suriname uh, moet er meer bewogen worden. Mm -hmm. uh, we willen dynamische leiders hebben: mensen die met gezondheid bezig zijn, mensen die een voorbeeld zijn voor het, het volk, het publiek. En we willen met deze actie willen we alvast beginnen om een voorbeeld te stellen dat wij als leiders gezondheid echt uh, willen uitdragen. Ja. Ja. Waarom zegt u leiders? is alsof u het niet echt meent. Nou, ik, ik meen het wel. Maar goed, ik ben, iemand, ik ben heel erg bescheiden. Okay. En uh, ja, ik wil mezelf nooit als leider uh, beditelen. Dat, dat moet het volk doen. Zoals ze uh, dat met Maïsja doen. Dus daarom zeg ik dat. Maar ik weet wel dat ik het kan. Ah, ja, dat zo. zeker. Ja. Dus jullie gaan ook op de fiets stappen, zo helemaal sportief? Wij gaan ja. van Unicary ja. tot, tot naar Albina gaan wij fietsen. Wij twee jaar sowieso. Okay. En de rest komt aansluiten. Ja. Ah. ja. Wie, wie kwam op het idee? Uh, mag ik dat ja, ik ga het zeggen. Mijn moeder! Ja, ja mijn moeder is de hele Crea-Bea en zij houdt van dit soort dingen. En ze heeft ook heel veel contacten um, in de verschillende districten. En uh, ze heeft het ook daarmee ook gekoppeld aan kunst en cultuur. En wij vonden toen ik het hoorde, of toen de mensen in Streden-partijen het hoorden, dachten ze: oké. Okay. Dat is leuk, weet je. Ik iedereen was wil, raar, iedereen enthousiast. was enthousiast, iedereen wilde meedoen. Eerst hadden we van, fiets toch, fietsen toch, dat is toch <laughs> raar. Mm, oké, okay. maar dan hadden dan van, oké, okay, ik wil meedoen. Dus nu eens hebben we. Um heel team verzameld van jonge mensen die allemaal mee gaan doen en uh, ja, het is echt het is leuk. Ik denk ja. dat het nog een mooie groep wordt ook. We willen echt de gemiddelde Suriname ontmoeten gewoon. Ja, dat, dat is heel erg belangrijk voor ons, dat we de mensen kunnen aanhoren, dat we de met, met de mensen kunnen praten, de mensen ons in de ogen kunnen aankijken. Want ja, zoals ik al eerder aangaf, Social Facebook, Facebook is weet toch je, anders. is toch ja. anders. ja, ja. 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 ja Je we wilt toch een feeling die... bij ja. mensen ja. hebben, zeg ja. maar. Ja. Dus uh, dat was het. O ja. Ook wel een belangrijk detail. Fietsen niet alleen, we hebben ook een volgauto natuurlijk. Er gaat ook wel gegeten worden, er is ook wel drinken. Denken. Dus het is niet alsof oké, okay, je wordt ja. aan je lot overgelaten en je moet 350 op. kilometer gaan fietsen. Dat niet. Er is wel over dingen nagedacht. En de veiligheid is gegarandeerd? Ja, we ja. hebben een schrijven ja. gericht ja. aan minister ja. Diekan om te, te vragen of je daarin wou begeleiden. Ook het stukje over de brug, uh, of mogelijk de bikerpolities ons daarmee wouden begeleiden. Omdat je dan, ja, je mag eigenlijk Heel technisch verkeerder. over de, de fiets ja. en ja. over de brug en zo. Dus um, ja, dus dat was wel ook natuurlijk een prioriteit om, om dat te kunnen garanderen. Ja. Nou. En ook niet-politieke mensen mogen zich. Uh, Iedereen abgeven. mag, mag meedoen. Iedereen mag die ja. denkt: hé, hey, ik wil fietsen, ja. ik vind het leuk, we deden het vroeger in onze jeugd bij wijze van. Iedereen mag en is welkom. Als we mensen hiermee kunnen verbinden, zou dat fantastisch zijn. Ja. Iedereen mag meedoen. Het maakt niet uit wat voor politieke kleur je hebt, als je maar oprecht bent en uh, met gezondheid wil bezig zijn. Ja. Ja. Dat vind ik mooi. Ik vind het een mooi initiatief dat mensen... Want inderdaad, hè, je weet, de hart- en vaatziekten, daar gaan ja, nee, mensen nee, dood aan. Eigenlijk. Dus nee, als ze nu kunnen gaan bewegen... Ik ja. ben ja, het ja. helemaal met u eens. Wat dat betreft moet ik wel zeggen dat ik het um, mooi vind dat je door de jaren heen wel ziet... dat steeds meer Surinamers naar de, naar de sportschool ja, gaan, ja. hardlopen, fietsen... Ja. en toch wel bewust worden van, hé, hey, we kunnen het niet zo langer meer doorgaan. Dus dat is echt een positieve ontwikkeling. Maar als we het nog een push kunnen geven, dan doen we dat heel ja. graag. Waarom niet? Ja. Oké, okay. maar je weet wanneer mensen wanneer we gasten hebben in, in gesprek met zoomen we altijd in het is altijd goed om een beetje nader kennis te maken ja. we kennen meisje we zien haar op uh, podia en zo maar wat drijft je wat drijft me dat is een vraag die vaker stellen. ik denk dat is een hele simpele vraag eigenlijk mijn liefde voor Suriname ik hou van Suriname ik zie Suriname als mijn thuis en uh, ik ben een Surinaamse vrouw en ik wil ongeacht hoe slecht het gaat hier niet weg. Dus dan voel ik me geroepen als een van de burgers van Suriname. om in ieder geval te doen wat binnen mijn hmm. vermogen ligt als mens. om in ieder geval het beter te laten gaan. Weet u, ik heb de wijsheid niet in pacht. maar ik geloof wel dat iedereen zijn steentje kan bijdragen. om Suriname tot een bloeiend en welvarend land te maken voor ons allen. Hmm. En dus uh, van daaruit probeer ik. Uh, wakker te schudden. Mm -hmm. Heb je het gevoel dat het lukt want je bent nu al een tijdje bezig? Um, als u me twee jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd nee, <laughs> maar inmiddels zie ik wel dat steeds meer mensen waardering krijgen voor de moeite die we maken. Ja, het feit dat we in ieder geval nooit hebben opgegeven, dat we proberen, dat we met creatieve manieren komen die een beetje out of the box zijn voor Surinaamse standaarden um, en dat mensen iets hebben van hey, van een vijere of je weet toch? Dus dat, dat die erkenning eindelijk een beetje begint te komen. En dat uh, ik misschien voorzichtig mag zeggen dat uh, het, het wel een beetje lukt. Ja, nog niet genoeg natuurlijk. En er is nog veel meer te bewijzen en werk te verzetten. Maar langzaam maar zeker komt het goed. Je geeft niet op? Nee, sowieso niet. <laughs> sowieso niet. Dat hebben we gemerkt intussen. Peter Wolf. Dat ben ik. Ja, wie is Peter Wolf? Nou, um, even een uh, korte biografie. Um, okay. Ik ben 51 jaar. Okay. Ik ben getrouwd. Ik heb uh, vier kinderen. Ik woon nu nog in Nederland. En uh, net wat mij je zegt van Suriname is veel te mooi om in Nederland te blijven, in mijn geval. Okay. Nee. Dus uh, ik wil uh, mijn kennis en mijn kunde en mijn liefde voor Suriname beschikbaar stellen. Om Suriname te, om te helpen en onze andere deskundige collega's en uh, uh, familie en kennissen om Suriname weer op een grotere hoogte te brengen. Okay. Want ik woon in Nederland en ik zit me al twintig jaar uh, met uh, opgekropte frustratie. Mm -hmm. En dat, dat heeft mij nu hier doen staan. Okay. Ik, wat doet u in het dagelijks leven? Uh, ik ben een portfolio manager. Ik uh, beheer uh, pensioenfondsen en uh, investeringsfondsen en dat is over de hele wereld. Uh, ik, op dit moment uh, heb ik een portefeuille van 30 miljard euro en uh, dat is voor het bedrijf Robeco. Ik weet niet of jullie het kennen, maar het is een groot bedrijf in, uh, in Rotterdam. En uh, die kennis die ik heb opgedaan via Robeco wil ik nu gaan inzetten om het geld van Suriname te gaan beleggen. Mm. Okay. En ik heb ook een netwerk dat bereid staat om mij daarin te ondersteunen. Als het eenmaal zover is. Mm -hmm. Ja. Wanneer is het zover? Uh, zolang de verkiezingen op onze kant uitkomen. <laughs> <op komen. laughs> okay, dat brengt ons dan meteen op het. Politiek deel. Hè? Want uh, STREE is een politieke partij en jullie zijn van plan om mee te doen aan de verkiezingen? Ja, dat is correct. Um, we maken ons nu daarvoor op en dit was dus die fietstocht, is dus eigenlijk een, um, een start van onze creatieve campagne en oh. hoe wij het anders willen doen, zeg maar. Oh. En um, ik zou het, zeg maar, heel prachtig vinden als Peter Wolff inderdaad zijn kennis en kunde kan geven. Want zoals we allemaal weten is er nu een groot schandaal scha gaan ja. in Suriname waarbij er 350 miljoen. Uh, Verdampt is. En als ze dat werkelijk hadden belegd, zoals Peter dat had belegd, dan was het misschien nog wel miljarden geworden en dan waren we een welvarend ja. land geworden. Ja. Dus het is duidelijk dat um, naar mijn inziens er geen openbaarheid van bestuur is. Er, wordt, er wordt laks omgegaan om met, met uh, de gelden van de samenleving, want dat is nog het ergste van alles. Dit is geld van de samenleving. Dit is niet geld van de staat of van de, van de, bank, de bank of noem maar op. Dit is geld van u, van u, oké, okay, niet van u, maar van, 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 nou, van, van niemand. Nee, dat niet, dat niet, dat niet. van die meneer daar achter de, de camera. Begreep u? En... Daarom is de verantwoordiging ook zo hoog. En ik denk dat uh, Surinamers dit echt niet, absoluut niet moeten pikken. Dit is gewoon belachelijk. En het maakt niet uit, want dat is, dat, dat is nog het ergste van alles. Tot nu toe, we zijn bijna een week verder, is er geen gedegen verklaring gekomen. Geen persconferentie. Niet, niet van de bankiersvereniging, niet van de president, niet van de, niet van de minister. Uh, de VP heeft iets aangegeven wat achteraf schijnbaar misschien niet klopt, dat weet ik niet. Maar er komt geen duidelijkheid van, Hey mensen, we hebben zoveel genomen, het is daaraan besteed, die en die en dit heeft gedaan. En we verwachten dit of dat gaat gebeuren. Helemaal niets. En wij, wij verdienen dat niet. Dus daarom, in dat kader, heeft Stree vanmorgen een, uh, een dossier ingediend bij uh, procureur-generaal, de heer Bajanat Pandey. Het was het Openbaar Ministerie. En hem verzocht. Om over te gaan tot onderzoek en strafrechtelijke vervolging van uh, ex-governor van Tricht, minister van Financiën en de uh, bankiersvereniging, ook aansprakelijk te houden. Omdat die alle drie actoren hiermee te maken hebben. En naar ons inziens moet één van de drie op zijn minst weten uh, wat er speelt. Ja, maar wat ja. willen jullie precies? Wat is jullie eis? Onze eis is dat ze strafrechtelijk worden vervolgd. Mm. En daar zijn verschillende wetsmiddelen uh, voor. En ook verschillende artikelen die ze hebben overschreden. Dus we denken dat, of laat me het zo zeggen. We hopen we zijn positief gestemd, dat gezien de zware verontwaardiging vanuit de, de samenleving, het feit dat vanmorgen ook activisten aangifte zijn gaan doen, uh, dat verschillende politieke partijen enzovoort erover praten, dat het Openbaar Ministerie en de procureur generaal begrijpt. Um, hoe, hoe, hoe het gesteld is met de samenleving en dat wij heel graag antwoorden willen. En wij verdienen die antwoorden. Wij zijn een samenleving, we zijn een volk, we zijn een democratie, zeggen we. Dus wij verdienen verantwoording van onze leiders. dat brengt me erop dat je dat streef, of uh, jouw bestuur eerder ook al uh, aangifte had gedaan tegen minister Hoefdraad. En het is tenslotte niks geworden. Nou, dat dat zijn de verwachtingen nu. Dat mag u niet zo zeggen. <laughs> uh, wat er is gebeurd, um, ik mag niet inhoudelijk over de case praten, omdat de zaak nog steeds loopt bij het Hof van Justitie. Maar ik kan wel aangeven tot aan het moment van indiening. Um, we hebben inderdaad een case aanhanger gemaakt. Uh, de PG heeft toen aangegeven dat wegens gebrek aan bewijs hij niet over kan gaan tot vervolging. Uh, wij namen daar geen genoegen mee. We hebben toen volgens artikel 4 uh, van het Wetboek van Strafrecht het Hof van Justitie aangeschreven. En daarmee eigenlijk het Hof verzocht om um, ja, de PG te dwingen om alsnog over te gaan tot onderzoek en vervolging. Dat proces loopt nog. Um, we verwachten, als we geluk hebben, wie weet, voor de verkiezingen. Uh, een uitslag, want het is de laatste gesprekken waren in december. Maar we moeten het afwachten. En we hebben hoop in het Hof van Justitie. En we hebben hoop dat er tenminste nog een paar instituten in ons land zijn die hopelijk ons welzijn uh, in acht nemen. Ja. En u heeft eerder aangegeven de ondersteuner en de stom toe te zijn van de partij. Wat doet u? Waarmee ondersteunt u de partij? Met van alles. Met wetenschappelijk onderzoek. Ik schrijf ook artikelen. Tientallen artikelen heb ik al geschreven via De Ware Tijd, via De West, via Suriname Herald, via Star News, Dagblad Suriname. En daar mee op de actualiteit. Maar ook om het volk. Mag ik ook Suriname praten? Sons-Sanimouan Broek in Tjimonietje volk zo is het moeilijk voor leger volk uit in het Nederlands. Dus misschien is zoek voor brokken in die petitie monie die de lezers, zodat die kan begrijp, sa ik zei naar Want voer zijn de mega brok moeilijk wordt voor misleerbaar volk. En mij nou een man minder lop als dan dat die. want leg af uit en dat we elkaar openbaarheid van bestuur. We willen al vanaf dag 1 mee beginnen. En we gaan het echt doorzetten. En daarom ben ik begonnen met het schrijven van artikelen. Om het volk gewoon voor te lichten, in te lichten. En gewoon bij te houden van: jongens, let op. Let op uw zaak. Want er wordt met uw zaak uh, u wordt misleid. Dus zonder om echt in details te gaan. Brokken naar Chimoni, sang naar kasreserve. Een kasreserve is uh, elke centrale bank, mm -hmm. die heeft een kasreserve om. Uh, in principe, in, in, in macro-economische termen, om een beetje te spelen met inflatie. Of een beetje te spelen met de importdekking. Om een beetje te spelen met uh, als er problemen zijn in het land, dat zij kunnen, kunnen inkomen. Weet je? En uh, in dit geval. Ik moet goed op woorden letten. Want ik heb een artikel hierover geschreven. En ik had al aangegeven dat uh, de, uh, de plannen om de kassenreserves van de commerciële banken bij de centrale bank te stellen geen goede zet was, omdat ik gewoon geen vertrouwen heb in deze regering. Uh, ze hebben zo vaak bewezen dat ze financieel geen goed beleid kunnen voeren. En nu ze in de problemen kwamen, waardoor doordat ze heel veel schulden hadden en ze hun rentes niet konden betalen, hebben ze het gemikt. Op de uh, uh, kastreserves van de commerciële banken waar uw geld en waar uh, Maisha's geld staat. En uh, daar heb ik een heel uh, artikel over geschreven. Nou, ze zeiden van nee, dat klopt niet. We gaan het geld niet gebruiken om uh, 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 rente uh, te betalen of om importdekking uh, uh, aan te vullen. Nou, het blijkt nu dat het wel is gebeurd. Men heeft het geld wel gebruikt om rentelasten af te dragen. Men heeft het geld wel gebruikt en we hebben dus geen importdekking meer. Want een kastreserve is ...is eigenlijk de, 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 de buffer voor je importdekking. Als je importdekking een beetje in het gevaar komt... ...kan je met je zelf een beetje spelen. Hè? Ik heb begrepen dat er wel goud is. Er is goud, mm -hmm. maar dat is alles meegezegd. Mm. Er, er zijn geen jaarverslagen van de centrale bank... ...de afgelopen vier jaar gepubliceerd. Mm. Dus ja, ze zeggen wel er is 80 miljoen goud ...maar ik betwijfel het. Ik mm. weet het niet. Je, kijk, ik zie dezelfde uh, situatie als in de jaren uh, 96, 90. Toen zeiden ze ook, er is heel veel goud. Maar toen Weidenbos werd verjaagd... Toen was er helemaal geen goud. Dus wij van Stree, wij, als wij de kans krijgen om regeerverantwoordelijkheid te dragen, zullen wij vanaf de grond moeten beginnen om te onderzoeken wat er allemaal nog is in de, in de kluizen. Maar ik begrijp dat uh, mensen geen geloof hebben dat uh, Stree het zal halen. Want ze zeggen, de kleine partij, de andere partij, die zijn de grote bonzen en daar moet je op tegen beuken. Um, we begrijpen dat zeg maar, omdat mensen traditioneel stemmen en dat is wat ze altijd gewend zijn, dat ze het niet zo zitten met een nieuwe organisatie. Maar mijn tegenargument daarop is: we hebben hetzelfde systeem, dezelfde politieke partijen al 43 jaar een kans gegeven. En um, ze hebben er niets van gemaakt. De een op andere regering, naar mijn perceptie, mijn bescheiden perceptie. Um, heeft Suriname niet de, de, de progressie en de verandering kunnen bieden die we nodig hebben? Dus uh, we kunnen inderdaad weer traditioneel blijven stemmen. Of we kunnen zeggen van hé. Hey we zijn ready om een kans te nemen met dit nieuws. En uh, persoonlijk hoop ik dat het de laatste is. Want uh, de feedback die we in ieder geval krijgen is wel van Hega zo door. En jullie zijn goed bezig. En jullie zijn de enige buitenparlementaire partij die opkomt voor het Surinaamse volk En daarnaast hebben ze zoiets van als wij dan de gelegenheid krijgen om op zijn minst in het parlement te komen. Met dezelfde energie en jugoed ju ju die ze van <laughs> ons gewend zijn. Dat, dan is alles mogelijk. Ja. Jullie gaan een fietstocht uh, hebben van Nikeri naar Albina. Correct. Zullen jullie ook uh, in alle districten meedoen aan de verkiezingen? of? Nou, we hopen dus ook hierdoor door met de mensen te gaan praten, dat we mogelijk kandidaten in ieder district kunnen identificeren. Want wij zijn niet een partij die gelooft van. hé, hey, mensen, jullie moeten op deze persoon stemmen. Terwijl wij de noden van de mensen kennen niet kennen zij kennen die mensen niet, ze vertrouwen die mensen misschien niet. Het zou het allerbeste zijn wanneer districten. In het kader van decentralisatie van de macht, dat ze hun eigen kandidaten naar voren schuiven. Want hun weten wie hun mensen zijn, ze weten wie eerlijk is, ze weten wie. Um uh, eigenlijk de capabel noden is. kent, die, die capabel is. En wie, wie kan staan namens hun om echt hun belangen te behartigen. Want het is altijd zo geweest dat een politieke partij iemand aanwijst of iemand uit de stad of noem maar op. En ja, daar moet, daarop moet je stemmen. Maar die persoon heeft helemaal geen band Binding. of connectie ja. met, met, met Brokopondo of met Para of noem maar op. Snap je? Dus wij hebben vanaf het begin besloten dat dat, dat, dat niet een pad is wat we willen bewandelen. Wij willen het liefst um, iemand van de districten zelf. Dus we gaan uh, kennismaken en uh, hopelijk inderdaad dat mensen zich maar Aanmelden ja. en dan hebben we een, een hele kleurrijke lijst te bieden in mei. Ja. <laughs> nou, mag ik jullie heel veel succes toewensen? Ja, Het lijkt me leuk. Het begint dus met een, een fiets toch. Ja. En, uh, u de 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 Je Oh jee, wacht. Ja. <laughs> Het een 10 kilometer. Oh, 10 kilometer. Dat ja, kan ja, nog net. Even, even mee met ons van, hey, mee, mee rijden, van, hey mensen, weet je, goed voorbeeld voor de, voor de Surinaamse, voor nou vrouwen. We zitten wel We zijn vrouwen, we ah, moeten elkaar poweren. Hier, helemaal. Helemaal. En uh, de start is 15 februari. Dus. Ja, zondag. Sorry, zaterdag 15 februari en het eindigt zondag 23 februari. En natuurlijk hebben we wel overnachtingen en tussenpauzes. Dus het is niet aan één stuk door fietsen. Uh, we willen natuurlijk niet dood neervallen. Nee, nee. Maar uh, we, we kijken er naar uit. Het ja, is exciting. En uh, ja, vooral goede moed en positieve ja. energie gaan we ervoor. Geweldig. Succes. Hartstikke bedankt. En kijkers, hiermee zijn we gekomen aan het eind van In Gesprek met Voor Vandaag. In het eerste deel heb ik gesproken met de heer Roy Martina, een arts en een, een, een mental coach. Over een project, een masterclass, die in Suriname georganiseerd zal worden. En het thema is van Mindset naar Mindshift. En in het tweede deel heb ik gesproken met Maisha Neus en Peter Wolf over een heel. Leuke start van hun campagne. Ze noemen het een creatieve campagne van de politieke partij Stree. En dat zullen ze doen met een fietstocht van Ikerinal al Albina. Migado, gaan we dat ook doen. We gaan proberen, hè? want het is gezond. Dus we gaan met z'n allen fietsen als het kan. En uh, heeft u deze aflevering gemist? De herhaling is vanavond rond kwart over acht op kanaal 12.2. Bedankt voor het willen kijken. Tot de volgende keer.